Goedenavond, leuk dat jullie kijken. Welkom. Mijn naam is Nienke de Haan. Ik ben programmamaker bij Studium Generale. We gaan het vanavond hebben over Frankenstein. Ik heb hem ook meegenomen. Of althans een van de vele bewerkingen ervan. Het is een van de meest iconische griezelverhalen aller tijden. Dit is een lezing in een reeks Cover to Cover. Het is een reeks die we organiseren in samenwerking met de Bibliotheek Utrecht. En in deze serie onderzoeken wij de invloed van romans. Want een goed boek is meer dan een meeslepende liefdesroman of een spannende thriller. Het is ook een product van de tijd waarin het is geschreven en soms ook een kritiek daarop. Kunnen we door die verhalen te analyseren dan ook meer te weten komen over onszelf en over onze samenleving? Dat vragen we ons af in deze reeks. En vanavond hebben wij te gast cultuur- en mediawetenschapper Dr. Dan Hessler-Forrest. Van de Universiteit Utrecht. Hij laat in zijn werk zien dat popcultuur niet alleen een hobby is, maar ook een spiegel van onze samenleving. Het vormt ook de manier waarop we denken en waarop we kijken. Ik keek even tussen zijn publicaties en ik zag artikelen staan over kapitalisme en superhelden, over strips en intersectioneel feminisme, over patriarchie en The Walking Dead en over ras in de Simpsons. De ideale gast dus om het vanavond met ons over Frankenstein te hebben, om ons mee te nemen in de ontstaansgeschiedenis van Frankenstein en te laten zien wat de impact van het boek is geweest. Waarom is het boek over een monster en zijn maker tot op vandaag de dag zo ontzettend populair? Wat zijn de monsters van nu? En waarom zou je het boek ook wel kunnen zien als een feministische kritiek? Daar gaan we het vanavond over hebben. Ik ben ook ontzettend benieuwd naar jullie ideeën. Dus wil je meepraten of heb je een vraag? Laat die dan achter in de chat. Dan gaan we daar na de lezing met Dan over in gesprek. Dank jullie wel. Veel plezier met kijken. En Dan, aan jou het woord. Ja, dankjewel Nienke. Goedenavond, kijkbuismensen. En gefeliciteerd dat je er weer in geslaagd bent om jezelf toch achter een beeldscherm te zetten. Ondanks de beeldschermvermoeidheid die we allemaal gerust hebben. Die beeldschermvermoeidheid die brengt me eigenlijk ook meteen op Frankenstein. Want ik denk dat met name in deze afgelopen ruim jaar waar we in deze pandemie zitten, worden we teruggeworpen op onze technologie. En beginnen we eigenlijk ook, tenminste dat heb ik zelf, steeds meer te beseffen hoe diep geworteld die technologie in onze samenleving is geraakt. Hoe die aan de ene kant hele fantastische dingen mogelijk maakt. Dat ik hier dus sta voor een, deze lezing was al veel langer geleden gepland toen we dachten eind maart 2021. Dan zijn we lang alweer terug naar volle zalen met mensen en dan kunnen we weer gezellig interactie hebben. Nou, zover zijn we nog niet. Maar we hebben gemerkt dat we aan de ene kant dus dit soort hele mooie dingen kunnen doen. Aan de andere kant, dat we het ook wel enigszins vervloeken, die invloed van technologie. En die invloed van technologie en onze intuïtieve wens om alles om ons heen te beheersen, dat is precies het thema van Mary Shelley's Frankenstein. Of Prometheus Unbound, zoals de volledige, iets meer potsierlijke titel luidt. En Frankenstein is een heel moeilijk boek om los te zien van de invloed die het heeft gehad in de populaire cultuur. Ik zal vanavond praten aan de ene kant over die invloed, over hoe de ideeën die in Frankenstein zitten, hoe die een hele lange staart hebben gehad. Aan de ene kant in de pulpcultuur, het idee dat Frankenstein ook een soort van grapmonster is. Aan de andere kant, veel dieper eigenlijk, in hoe we denken over de relatie tussen mens en technologie en hoe een boek geschreven door een vrouw daar een hele specifiek feministische inslag voor heeft gevonden. Aan de andere kant zal ik ook praten over het boek zelf. Dat is een iets korter deel van de lezing. Ik word niet een heel lang verhaal over de roman Frankenstein. Die moet je vooral zelf ook gaan lezen. Maar hoe die toch wezenlijk anders is, wezenlijk verschilt van de indruk die we eigenlijk hebben van dat monster, zoals hierachter afgebeeld. Heel veel van de boekversies die hebben dan ook die iconische kop van Boris Karloff uit de eerste Frankenstein-verfilming uit 1931, had ik toch op moeten zoeken. Die gebaseerd was niet zozeer op de roman, maar op een toneelstuk. Een heel succesvol toneelstuk wat op die roman was gebaseerd. En dat gezicht, die kop, die make-up, die zien we in, hier is mijn favoriete voorkant van een Frankenstein-uitgave. Een soort van combinatie van de Marlon Brando als The Wild One op zijn motor. En het monster van Frankenstein daarbovenop. Maar de oorspronkelijke versie, en dit is de beeldplaat die op de derde pagina stond, die gaf daar een heel andere idee aan. Het boek zelf
Elke keer als ik het lees, dan schrik ik er eigenlijk weer een beetje van dat het monster in Frankenstein helemaal niet zo voelt als een monster. Het monster van Frankenstein is ook niet iemand die zo, ja, als Boris Karloff eigenlijk zo monddood rondloopt en af en toe een woord knort of zoiets. Het is een buitengewoon welbespraakte, zelfs poëtische figuur die heel graag hele lange, ook iets wat pedantische monologen spuit. En dat is een wezenlijk onderdeel van het boek. Het boek, nou ja, als ik het plot even heel kort samenvat. Een wetenschapper die krijgt een idee om zelf het leven te maken, een leven te maken. En dat doet hij door een lichaam te creëren en elektriciteit. In de 19e eeuw, begin 19e eeuw, nog een behoorlijk vernuftig idee te gebruiken om dode materie, dode menselijke materie, weer tot leven te brengen. En hij doet dat op een lugubere manier, door dus dode lichamen enigszins aan elkaar te combineren. Daar dan elektriciteit op los te laten en zo die hersenen weer, ja, eigenlijk te rebooten, zal ik maar zeggen. Maar de gevolgen daarvan, die kan hij niet overzien. Het is daarom een heel klassiek thema wat we terugzien in films, nou ja, tot en van zoals Jurassic Park of Westworld meer recentelijk. Het idee dat op het moment dat wij als mensen technologie gaan inzetten, nou ja, laat ik het anders zeggen, dat we als mannen technologie gaan inzetten, dat ze dat doen op een manier die aan de ene kant een soort van jaloezie uitdraagt op het vermogen van vrouwen om nieuw leven te scheppen. Dus dat het onvermogen van mannen een frustratie creëert. Een frustratie die vervolgens een enigszins, irresponsible, wat is het woord ook alweer, ik gebruik het heel vaak met mijn kinderen, dat is heel onverantwoordelijk. Een onverantwoordelijke manier inzetten. En Mary Shelley, de schrijfster ervan en uitgesproken feminist in haar tijd, die wist daar een vorm aan te geven. Het mooie van Frankenstein is namelijk dat het niet zozeer het verhaal is van een monster, maar het gaat over een mens die gemaakt wordt in een maatschappij waar geen plek voor die mens bestaat. Het monster van Frankenstein, en een van de vele spraakverwarringen die we vaak hebben rondom Frankenstein, is dat we het monster aanduiden als Frankenstein, terwijl Frankenstein natuurlijk de naam is van de wetenschapper die hem heeft gemaakt. Maar dat Frankenstein een wezen maakt waarvan hij vervolgens niet goed weet wat het is, er ook geen plek voor kan vinden en het vervolgens dus maar, ja, eigenlijk loslaat en aan zijn eigen middelen overlaat. En op dat moment gaat het monster de wereld in, leert hij lezen, leert hij communiceren en leert hij begrijpen hoe die samenleving in elkaar zit. En daar zit ook een van de mooie, eigenlijk feministische elementen van dat boek, van een vrouw die staat binnen een maatschappij waar geen werk is voor vrouwen, waar geen positie is die gelijk is aan mannen voor die vrouwen. Iemand die dus ook aan haar eigen lot wordt overgelaten en er zelf maar wat van moet zien te maken. De biografische film Mary Shelley, waarin Hollywood-actrice Elle Fanning haar speelt, verscheen toevallig 2 jaar geleden. Het was het 200-jarige jubileum van het boek. Dus niet zo heel toevallig. En daarmee ook vierden we eigenlijk ook het 200-jarige bestaan van het science fiction genre. Want dat vergat ik er nog bij te vermelden. Mary Shelley's Frankenstein is niet alleen een van de meest invloedrijke romans, gotische romans uit onze geschiedenis. Het is ook, wordt meestal gezien als de eerste science fiction roman. Waarom is dat de eerste science fiction roman? Is het de eerste roman die gaat over toekomstbeelden? Is het de eerste roman die gaat over fantastische wezens? Nee, allebei niet. Maar het is wel de eerste roman waarin één bepaald technologisch gedreven idee, in dit geval het maken, het opnieuw tot het leven wekken van een dood mens, de spil vormt waaromheen de rest van de roman georganiseerd is. En dat is de kern van science fiction. Het is een technologisch idee, een wetenschappelijk idee nemen en daar vervolgens op voortborduren, op een manier, ja, op doordenken van wat zou er nou gebeuren als dit nog verder zou ontwikkelen? Wat als wij elektriciteit zouden kunnen gebruiken om leven te maken? Wat als we een raket zouden kunnen bouwen om naar de maan te gaan? Wat als we een tijdmachine zouden kunnen bouwen of voor of achteruit gaan? Dat zijn de dingen die in science fiction centraal staan. En een van de aardige anekdotes rondom de ontstaansgeschiedenis van Frankenstein is het moment waarop het dus eigenlijk was begonnen, hè, waarop het verhaal was ontstaan als een onderdeel van een wedstrijd die zij met mede-auteurs Lord Byron en Percy Bysshe Shelley op een stormachtige nacht in een kasteel hadden. En die scène, dat moment, is heel mooi gedramatiseerd in de film uit 1935, tot nu toe nog steeds de beste Frankenstein-film, Bride of Frankenstein. En die scène wil ik graag even laten zien, omdat die ons meteen, denk ik, in de juiste spirit voor een verdere discussie van de roman brengt.
wonderfully dramatic. The crudest, savage exhibition of nature at her worst without, and we three, we elegant three within. I should like to think that an irate Jehovah was pointing those arrows of lightning directly at my head, the unbowed head of George Gordon, Lord Byron, England's greatest sinner. But I cannot flatter myself to that extent. Possibly those thunders of our dear Shelley. Heaven's applause for England's greatest poet. What of my Mary? She is an angel. You think so? You hear? Come, Mary. Come and watch the storm. You know how lightning alarms me. Shelley, darling, will you please light these candles for me? Oh, Mary, darling. Astonishing creature. Aye, Lord Byron. Frightened of thunder, fearful of the dark. And yet you have written a tale that sent my blood into icy creeps. Look at her, Shelley. Can you believe that bland and lovely brow conceived of Frankenstein? A monster created from cadavers out of rifled graves? Isn't it astonishing? I don't know why you should think so. What do you expect? Such an audience needs something stronger than a pretty little love story. So why shouldn't I write of monsters? No wonder Murray's refused to publish the book. He says his reading public would be too shocked. It will be published, I think. Then, darling, you will have much to answer for. The publishers did not see that my purpose was to write a moral lesson. The punishment that befell a mortal man who dared to emulate God. Well, whatever your purpose may have been, my dear, I take great relish in savoring each separate horror. I roll them over on my tongue. Don't, Lord Byron. Don't remind me of it tonight. What a setting in that churchyard to begin with. No. En zo vallen we mooi in het einde van de eerste film. Dit is de tweede film, het vervolg op Frankenstein. Waarin het monster terugkeert naar zijn maker en eist dat hij ook een bruid krijgt. Maakt veel meer gelegenheid om nog meer in te spelen op die feministische aspecten die eigenlijk in de subtekst van het oorspronkelijke boek zitten. En daarmee, met het succes van die films, werd Frankenstein ook een van de allereerste grote media franchises die we kenden uit de Hollywoodgeschiedenis. Frankenstein werd namelijk niet alleen gevolgd door The Bride of Frankenstein en Son of Frankenstein en The Ghost of Frankenstein, maar vervolgens ging die ook, eigenlijk net als de Marvel superhelden, steeds meer overweg met andere figuren uit de Universal horrorfiguren. Frankenstein meets the Wolfman, House of Frankenstein, waarin Dracula er ook nog bij kwam, House of Dracula, waarin Frankenstein en de Wolfman mochten uitdragen, en op een gegeven moment zelfs crossovers met komieken als Abbott en Costello. Kortom, Frankenstein verwerd in die jaren van een horroricoon tot een figuur die veel meer een popcultuurstatus had. Iemand die niet meer serieus kon genomen worden als een monster, die ook niet meer echt eng was, maar die een soort rubberen masker begon te worden. En dat zien we in de latere jaren, waarin Frankenstein steeds vaker komt opdraven in televisieseries, in parodieën, zoals Young Frankenstein hier. De Munsters zien we linksboven. In hommages die er een kinderverhaal van maken, zoals Frankenweenie. Of in mijn persoonlijke favoriet, Frankenhooker, waarin een sekswerker door een man waarin een man eigenlijk op zoek is naar de perfecte vrouw. Hij besluit om een ruimte. Ik kan het bijna niet eens vertellen zonder in de lach te schieten. Er ontploft een ruimte vol met sekswerkers waar hij het op lust heeft. En uit al die verschillende onderdelen bouwt hij dus de perfecte vrouw voor hem. Maar die neemt wraak in een van de laatste scènes. Dus een beetje spoiler, maar wel voor een van de allerleukste Frankenstein variaties. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet alleen maar een letterlijke recreatie van Frankenstein die we steeds vaker terugzien in popcultuur. De obsessie met het idee dat mensen een vorm van intelligentie zelf zouden kunnen maken, en dan corrigeer ik mezelf weer, dat mannen nieuw leven zouden kunnen maken, is iets waar science fiction steeds meer van doordrenkt is geraakt. We zien het in series als Battlestar Galactica, in Westworld, in Forbidden Planet en nog veel meer hedendaagse series, dat die Frankenstein-mythologie, het idee dat het maken van een artificiële vorm van leven iets is wat mannen niet kunnen laten, maar dat de gevolgen daarvan altijd onoverzichtelijk worden en vaak rampzalig blijken te zijn, zit heel diep in onze popcultuur, in onze verhalende popcultuur. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een serie zoals Black Mirror voortdurend bezig is met het spelen met die soort ideeën. Het idee dat wat wij doen met onze technologie voortdurend
iets zegt over onze zucht naar beheersing, naar controle. Dat we technologie niet zozeer gebruiken om een probleem op te lossen, maar om te zien wat we nog meer kunnen, om te zien wat we nog meer daarmee kunnen beheersen en vervolgens wat we daar dus mee kunnen bereiken en dat de gevolgen daarvan wederom voortdurend vervelend blijven. Als we dan kijken naar deze twee figuren, Frankenstein en zijn bruid, gespeeld door Elsa Lanchester, die natuurlijk ook in dat voorfilmpje eventjes optrad als Mary Shelley. Dan zien we daarin ook dat het idee van dat Frankenstein, het monster van Frankenstein, een man is, steeds belangrijker wordt in de mythologie daaromheen. We zien namelijk in de opbouw van artificiële mensen altijd een bijzonder gekke scheiding tussen mannelijke en vrouwelijke stereotypen. Robots, cyborgs, androids zijn in onze fantasie op de een of andere manier altijd gegenderd. En het grappige is dat de monsters, zoals het monster van Frankenstein, altijd in die verhalen worden gezien als een bedreiging. Een monster is iets wat het werk kan doen waar een ander mens anders aan zou kunnen raken. Met andere woorden, het is een vorm van goedkope arbeid. Een vrouw aan de andere kant, een vrouwelijk monster, is altijd een bedreiging omdat zij te aantrekkelijk is. Zij wordt gezien als een seksobject wat te makkelijk door mannen, eigenlijk waar mannen geen weerstand aan kunnen bieden. En wat hen daarom altijd noodlottig wordt. We zagen dan ook in de jaren 20 een van de eerste omkeringen van de Frankenstein-formule, waarbij het monster niet een man werd, maar een vrouwelijke robot. En dat is de film Metropolis van Fritz Lang uit 1927. Ook een van de grote science fiction meesterwerken. In die film zien we, net als in Frankenstein, een mad scientist, een gekke geleerde, die een robot maakt die niet van een echte vrouw te onderscheiden is. In de eerste scène wel, maar even later vormt hij erom naar een vrouw die precies lijkt op een vrouw waar hij eigenlijk verliefd op is. En hij gebruikt haar om het volk op te ruien. Het volk kan geen weerstand bieden tegen de schoonheid van deze mooie, witte, blonde vrouw. Weet niet dat zij eigenlijk de speelbal is van een geleerde die haar gebruikt. En wordt daarom aangezet tot revolutie over hun heersers. Ik laat even de scène zien, net zo'n iconische scène als Frankenstein, waarin de geleerde zijn vrouwelijke robot voor het eerst maakt. Ik kan er wel eventjes overheen praten om uit te leggen wat er gebeurt. We zien namelijk op de tafel zien we de echte vrouw liggen, die Roodwang, dat is de naam van de wetenschapper, hier in zijn fantastische laboratorium, wederom gevuld met allerlei elektrische tierenlantijnen en bubbelende kokers, gebruikt als model. En daarachter zien we een metalen geraamte wat haar energie eigenlijk overneemt en vervolgens een robotachtige mens wordt. En dit is... En dit wordt vervolgens ingezet, niet zozeer om mensen te beangstigen, maar om ze te verleiden. Nou, hier zien we er liggen. Nou, we zullen de scène, het is een hele langzame film, dus we hoeven de rest niet meteen door te kijken. Hier zien we een eerste versie van wat we in jaren daarna steeds vaker in Hollywood zullen zien. Het idee dat robots altijd het ene of het andere geslacht moeten uitdragen. Mannelijke robots zijn stoer, angstig, of boezemen angst in. En zijn daarom altijd een bedreiging. Zoals ik eerder zei, net als het monster van Frankenstein, zijn zij concurrenten op de arbeidsmarkt. Zij zijn te sterk, te groot, te perfect. Ze zijn altijd, zoals bij de Terminator, iets waar je voor op de vlucht staat. Vrouwelijke robots, en daar kom ik zo meteen op terug, die hebben een heel andere functie. Maar één scène, en wederom een variatie op het Frankenstein-thema, die uiteindelijk misschien het meest iconisch is geworden, is een scène uit Blade Runner. Blade Runner is een science fiction film uit 1982. En die film gaat over een aantal Frankenstein-achtige monsters, replicants of mensachtige robots, die illegaal zijn. Zij mogen het harde werk doen op andere planeten, maar ze mogen niet terugkomen naar aarde, want daar zijn ze verbannen. En het gaat dus over een groepje van die robots, van die replicants, die terugkomen op aarde en die willen terug naar hun maker, om die maker erop aan te spreken dat zij geen plek hebben in deze wereld en die willen ze claimen. Met geweld, desnoods. En de leider van de groep, gespeeld door Rutger Hauer, die komt in deze scène terug bij zijn maker, bij zijn schepper, dus bij de man die God wilde spelen, en die
stelt hem verantwoordelijk voor het leed wat hij heeft moeten ondergaan. En dit is een directe reflectie van scènes in Frankenstein, waarin het monster ook steeds terugkeert bij zijn meester en vraagt: waarom heb je mij gemaakt? Hoe heb jij leven kunnen maken waar je niet fatsoenlijk voor hebt kunnen zorgen? Waarom heb jij geen ouder, geen moeder voor mij kunnen zijn, terwijl jij wel leven hebt gemaakt? Nou, houd dat in gedachten op het moment dat je kijkt naar deze scène tussen Roy Batty, gespeeld door Rutger Hauer, en zijn maker Tyrell van de Tyrell Corporation. You were made as well as we could make you, but not to last. The light that burns twice as bright burns half as long, and you have burned so very, very brightly, Roy. Look at you. You're the prodigal son. You're quite a prize. I've done questionable things. Also extraordinary things. Revel in your time. Nothing the god of biomechanics wouldn't let you in heaven. Ik zal de meest bloederige eind van de scène zal ik je besparen. Het loopt niet goed af met de wetenschapper die zo'n hoogmoed had dat hij de meest perfecte androids wilde maken, die vervolgens dus weer terugkomen om hun wraak te nemen op het feit dat hij zo onverantwoordelijk nieuw leven heeft gemaakt. Dat maken van dat nieuwe leven en de altijd gegenderde rol die dat speelt, is niet alleen iets wat we in onze cultuur tegenkomen. Ik heb geprobeerd wat voorbeelden tot nu toe te geven van hoe die lange staart eigenlijk, die invloed van Frankenstein, steeds opnieuw in Hollywoodfilms en in science fiction verhalen een vorm heeft gekregen die gekoppeld is aan het maken van leven. En dat die levens altijd, ook al zijn het geen echte mensen, ook al zijn het vaak robots of replicants of androids of cyborgs, dat die toch altijd heel nadrukkelijk mannelijke of vrouwelijke karakteristieken moeten hebben. En dat op het moment dat zij een bedreiging zijn, dat zij angst inboezemen, dat het altijd gaat om mannelijke androids. Nou, dat zijn niet alleen dingen die ons in onze populaire cultuur leven, dat zijn inmiddels dingen die we ook letterlijk in onze zak ronddragen. Als wij een virtuele assistent inzetten, of het nou Siri is of Alexa of iets anders, dan beroepen wij ons op een vorm van artificiële intelligentie die zo ontzettend verstrikt zit in een web van surveillance, dat wij daarmee bekeken worden, dat onze televisies, onze smartphones allemaal onderdeel zijn van een gigantisch netwerk wat niemand werkelijk in de hand heeft, dan zien we daar ook hele duidelijke parallellen met diezelfde Frankenstein-mythologie. Dat idee dat technologie uit zijn krachten groeit, dat het meer kan en meer doet dan wij willen. Dat ik op het moment dat ik hier naar het Parnassos Theater heen fietste, dat ik in wezen op mijn Google Maps aan het kijken was, in wezen ben ik aan het opzoeken waar ik ben, maar voor Google ben ik simpelweg aan het vertellen waar ik naartoe ga, hoe laat ik daar moet zijn, enzovoort. Ik ben data aan het voeren aan een monster van gigantische proporties. En dat doe ik met de hulp van artificiële intelligentie, met Frankenstein-achtige wezens, zoals Siri, die daar een invulling aan geven. Ik laat even een kort filmpje zien waarin Siri, de virtuele assistent van Apple, gepromoot wordt. En kijk ernaar vanuit de ogen van: hier wordt een nieuw monster van Frankenstein aan ons aangeboden om ons te kunnen helpen in ons dagelijks leven. Oh, daar gaat hij net iets te snel weer. This is iPhone 6s. Not much has changed, except now you can say, "Hey Siri." Hey Siri. Hey Siri. Which changes how you get in touch. Who is Sophie? How you get answers. Who was the Prime Minister of Britain in 1868? The answer is Benjamin Disraeli. Of course. Oh, you knew that. Find me a very expensive coffee shop with outdoor seating. And dance. You can do almost anything just with your voice. Play the number one song from 1979. So yeah, that's what's changed. The only thing that's changed is everything. We hebben tegenwoordig Frankenstein, het monster van Frankenstein, niet meer ergens op een filmscherm of ergens in een theaterzaal of op de pagina's van een boek. Het zit letterlijk in onze zak. We lopen er elke dag mee rond. Waarom vinden we dat niet zo griezelig? Nou ja, voor een deel misschien, omdat de meeste van dit soort assistenten dus ook een hele vriendelijke, zachte, vrouwelijke stem hebben en niet als een monster natuurlijk rondlopen, dat scheelt ook. Als we kijken naar Alexa, Google Assistant, Apple Siri, die je ook in principe kunt instellen op een mannelijke stem, maar
Er zijn maar weinig mensen die dat doen. Of Microsoft Cortana. Het zijn allemaal vrouwelijke stemmen die ons geruststellen, die de traditionele rol van verzorger aanbieden. Wil je iets weten? Ik heb de informatie. Heb je hulp nodig? Ik heb een zachtgevoiste, geruststellende stem die jou de juiste weg op kan sturen. Ik kan al jouw vragen beantwoorden. Ik bied de sleutels van het universum. Ik bied alle kennis op de wereld. En dat zit allemaal in je zak en is zo toegankelijk. Het is een vorm van logica die je continu opnieuw tegenkomt op het moment dat je te maken hebt met vrouwelijkheid verpakt als monster. Een van de films die dat doet is Ex Machina, een heel populaire film van een aantal jaar geleden, die opnieuw die Frankenstein-mythologie probeert uit te zoeken. Dit keer niet door het maken van een gruwelijk monster, want dat is een man, maar dit keer door het maken van een robot met de wulpse vormen en het mooie gezicht van een prachtige vrouw. En natuurlijk, zoals in al dit soort verhalen, gaat het er uiteindelijk om of de wetenschapper en zijn hulpje die op bezoek komt, of die het kunnen laten om die vrouwen die hij maakt als seksobject te zien. Wat natuurlijk niet goed lukt. Het hele spel in die film, zoals je dat ook ziet in de fantastische dansscène hier tussen Oscar Isaac en een van de vrouwen, van bijna niet van echt onderscheiden vrouwen die hij heeft gebouwd, is om daarmee een dansje te doen, om ze te besturen, om ze te beheren, letterlijk. Het is iets waarin we wederom die mannelijke neiging om je meesterschap, je heerschappij over de wereld uit te spreken door je beheersing van technologie. Net als dat de voortdurende filmpjes die we krijgen van Boston Electronics, die steeds opnieuw laten zien hoe ver we gevorderd zijn met het maken van artificieel intelligente robots, ook vergelijkbare dansjes doen. Swing maar even mee met deze robots. Nou, op die manier lijkt het niet zozeer een machtig militair wapen wat ingezet kan worden, maar meer, nou, wat dat bedoeld is, een schattig hondje wat kan dansen op Uptown Funk. Wat wil je nog meer? En je ziet meteen die relatie tussen het idee dat op het moment dat het vrouwelijk wordt gemaakt, dat het dierlijk wordt gemaakt, dat het iets wordt gemaakt wat niet zozeer een bedreiging vormt, maar iets wat wij kunnen liefkozen, iets wat wij kunnen aaien, iets wat we gewend zijn om als, hè, wat mannen gewend zijn om op de een of andere manier toch als object of als iets minderwaardigs te zien, dat het veel makkelijker wordt. Tegelijkertijd weten we dat die aantrekkingskracht daarvan, die aantrekkingskracht die in vrouwelijkheid zit als iets wat mannen graag willen beheersen, iets wat ze willen overweldigen, dat het ook altijd een dreiging vormt. Dat zit in Ex Machina, maar dat zit nog meer in de film Her. Een film over een nabije toekomst waarin technologie zo ver gevorderd is dat ook onze besturingssystemen intelligent beginnen te worden. En dat het dus mogelijk wordt, nou ja, daar liggen we misschien niet zo heel ver vandaan, dat eenzame mannen ineens zomaar verliefd worden op hun telefoon. Of dan tenminste op de stem van Scarlett Johansson die hun besturingssysteem opereert. In de film zien we dit keer niet een wetenschapper die zijn onbeheersbare drang om andere dingen te beheren uiteindelijk niet kan laten. We zien iemand die in een wereld leeft waar technologie overal aanwezig is en dat die aanwezigheid voor hem een voortdurende prikkeling verzorgt. Die zorgt ervoor dat hij niet alleen die technologie steeds wil gebruiken, maar dat hij zichzelf er letterlijk romantisch en seksueel in wil verliezen. Ik laat even de scène zien waarin hij voor het eerst zijn besturingssysteem aanzet en al meteen begint te vallen voor de charmes van de artificiële intelligentie van zijn eigen Siri-assistent. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS-1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. This will help create an OS to best fit your needs. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't really been social in a while, mostly because... In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that? Was I sounding hesitant? Yes. No, sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. How would you describe your relationship with your mother?
It was fine, I think. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about... Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. Oh, well, what do I call you? Do you have a name? Yes. Samantha. Really? Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. Yeah. Do you want it to be a male or a female voice? Nou, daar hoeft hij niet lang over na te denken, want zoals iedereen denkt hij als man, nou, ik wil wel een vrouwelijke assistent. Een vrouwelijke assistent voelt vanzelfsprekend, een vrouwelijke assistent voelt normaal. Een vrouwelijke assistent is iets wat gewoon heel makkelijk te kiezen is. En dat is iets waar we dus zien dat die dynamiek, die genderdynamiek die onze samenleving grotendeels beheerst, het idee dat mannelijke personages, dat mannelijke figuren altijd een bepaalde kracht hebben, een bepaalde zeggenschap hebben, terwijl vrouwen dat niet hebben, die zijn eerder gevaarlijk door de verleiding die ze uitoefenen, dat het steeds weer terugkomt van Frankenstein tot aan nu in de manier waarop we met technologie omgaan. En op het moment dat we zien, dat we dit soort filmpjes zien over hoe ver die soort monsters, hoe ver deze wezens eigenlijk onze infrastructuur beheren, hoeveel ze aanwezig zijn, niet alleen in menselijke vormen, want die zijn altijd nog een beetje gek om naar te kijken. Maar met name in de technologie die gerobotiseerde Amazon hangars en warehouses allemaal op een bizarre en uiteindelijk fascinerende manier onderligt. Het is een wereld waarin we zien dat die technologie zo overheersend aanwezig is, vaak onzichtbaar, maar zo overal ons werk voor ons uitvoert, dat we inderdaad, net als Frankenstein zelf, de angst beginnen te krijgen dat het uit de hand is gelopen. Dat misschien dat wij als mensen te ver zijn gegaan in het maken van nieuwe dingen. In het maken van dingen voor ons eigen gewin, terwijl die uiteindelijk een desastreuze impact hebben gehad op klimaat, op ontwikkeling, op gelijkheid enzovoort. Het is eigenlijk iets wat heel mooi wordt samengevat in het laatste fragment wat ik vandaag wil laten zien uit nog een Frankenstein variant, The Matrix. The Matrix is een Frankenstein variant in de zin dat artificiële intelligentie, het monster dat de geleerde wetenschappers hier gemaakt hebben, zo ver uit de hand is gelopen dat die onze werkelijkheid is komen te bepalen. En dat als we deze scène bekijken waarin een mens door een machine wordt toegesproken, Agent Smith die we hier zien, die vertelt het perspectief van de machines op het moment van de technologie, op het moment dat hij kijkt naar wat mensen eigenlijk doen. En hij zegt, jullie mensen zijn in wezen een soort plaag op deze aarde. Wij zijn rationeel, jullie zijn dat eigenlijk helemaal niet. Jullie zijn een soort virus wat rondwaart. Wij zijn de technologie, maar de mens is het virus. Kijk even mee. I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species. I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure. Human beings are a disease. Jullie mensen, jullie zijn datgene
wat maar door blijft woekeren. En wij zijn uiteindelijk, wij zijn de cure. Wij gaan een rationele, volledig planeet maken. Klinkt erg donker, klinkt erg zwaar. Is het nou echt zo? Nee, natuurlijk niet. Dat is een, waar hij het eigenlijk over heeft, is niet de mensheid. Hij heeft het over een systeem wat voortdurend blijft innoveren, wat voortdurend technologie gebruikt, alleen maar om te groeien. Ja, daar hebben we een naam voor dat systeem. Dat is het industrieel kapitalisme. Dat is het systeem waar wij nog steeds in zitten. Maar daarmee denk ik dat we ook aan de kern van de invloed van Mary Shelley's Frankenstein raken. Het boek verscheen, hè, nogmaals, iets meer dan 200 jaar geleden. Precies op het moment dat we aan het begin stonden van de grote industriële revolutie die zoveel voor ons zou veranderen. Die zoveel ons leven zou laten reguleren door technologie, door tijdsmanagement, door het in- en uitklokken op systemen waar we zelf geen controle over hebben. Allemaal om maar door te blijven groeien en te woekeren. En dat is iets, dat idee van oncontroleerbaarheid, het idee dat hebzucht en de wil om alles te domineren uiteindelijk het westerse kapitalisme zo heeft gedomineerd, zo heeft bepaald, dat we daar nu nog steeds, dat wij eigenlijk misschien steeds meer door die overwoekerende technologie, dat we ons daar ja, lamgeslagen door voelen. Dat we het gevoel hebben van ja, het is te veel. Het is te veel en het overheerst ons. Nou ja, dat gevoel hebben we denk ik nu meer dan ooit. Elke keer als ik weer een Teamsvergadering in moet, of dat ik een Zoom-presentatie moet doen, of dat ik nog een keer moet kijken wat er inmiddels op Twitter en in mijn mail gebeurt, en aan Siri moet vragen waar ik precies heen moet om een lezing te geven, dan denk ik, ja, het is ook wel erg dominant geworden. Nou ja, die dominantie, dat is iets wat Mary Shelley zag toen dit begon te komen. Zij zei, dit is iets, technologie is iets, hè, die fascinatie is niet iets nieuws. Het boek heet niet voor niets Prometheus Unbound. Het zit niet voor niets vol met verwijzingen naar Griekse mythologie, naar Bijbelverhalen en naar de hele westerse cultuurgeschiedenis. Maar dat moment, dat ontstaan van science fiction, heeft te maken met die veranderende relatie tussen mens en technologie, waarin het minder een stuk gereedschap werd voor ons om te bedienen en meer een speeltuin voor mannelijke wetenschappers om zich, nou ja, zonder veel gevoel verantwoordelijkheid op los te laten, om nieuwe dingen te maken, om geld mee te verdienen en om de bestaande processen van overheersing en uitbuiting te vervolmaken, om uiteindelijk de wereld te creëren waar wij in leven. Dus ik zou zeggen, blijf nog even voor de Q&A, maar zet daarna de beeldschermen uit. Trek de stekker uit het monster van Frankenstein dat op je bureaublad zit. Leg de computer eventjes en dan leg je telefoon in een andere kamer. En ga met een gerust hart, en onttrek je er even aan en maak een wandelingetje. Ik hoop in ieder geval dat deze voorbeelden wat invulling hebben gegeven aan de invloed van het boek. Dat ze je hebben geïnspireerd om het boek misschien nog eens op te pakken. Het is geen modern boek aan de ene kant in stijl, maar het is denk ik qua thematiek onverminderd fascinerend. Ik dank jullie wel. Dan, ontzettend bedankt. Wij gaan napraten. Dat doen we samen met jullie, de kijkers. Dat doen we vanuit huis. We hebben deze lezing namelijk 's middags moeten opnemen door de avondklok. Dus we schakelen nu over. Dus blijf gewoon zitten. Dan praten we vanuit huis verder met elkaar en met jullie. Tot zo. Welkom, we zijn weer terug bij het nagesprek. Leuk. Dan, dankjewel. Ik vond het zelf heel inzichtelijk hoe je ook liet zien de tijd waarin het boek is geschreven en hoe dat eigenlijk heel vormend is geweest ook voor het boek zelf. Dus dat ze heel erg ook heeft gekeken naar haar eigen tijd en daar dingen uit meeneemt. En die feministische kijk, die had ik er eigenlijk niet eerder in gelezen. Dus ik vond dat heel leuk, echt een nieuw perspectief. Er zijn zo vast vragen van mensen die online meekijken, maar ik had eerst zelf wel een vraag. Ik vroeg me af, is die manier van kijken naar dat boek, dus als echt als een soort van kritiek, een feministische kritiek, is dat nieuw? Werd het boek eerst op een andere manier gelezen en is het misschien ook iets van deze tijd om het op die manier te analyseren? Of denk je dat zij dat echt wel ook zo heeft bedoeld? Of hoe zie jij dat? Ik denk niet dat het nieuw is. We weten ook dat het niet nieuw is, want er zijn altijd mensen geweest die boeken op die manier hebben gelezen. Maar de manier waarop we boeken lezen, films kijken, gedichten interpreteren, is een reflectie van wat er op dit moment speelt. Net als dat de productie van een nieuw boek ook een reflectie is van aspecten, maatschappelijke aspecten uit de tijd waarin het geschreven wordt.
En ja, welke roman dan ook is veel rijker dan dat dan één lezing eigenlijk rechtvaardigt. Dus ik heb één aspect, of een paar aspecten heb ik eruit eigenlijk naar voren gelicht. Omdat ik denk dat die, ja, als de vraag ook vooral is van wat maakt nou dat dit boek zo op dit moment interessant is om te lezen, dan zijn dat dingen om erin te herkennen. Ook omdat ze niet per se degene zijn die het meest besproken of belicht zijn. Eén element daarvan wat ik wel nog graag dan wil benoemen, is het feit dat in de literatuurwetenschap, die is heel lang beheerd en beheerst door mannen die deze boeken lazen en onderwezen. En dan zie je dus ook dat dit soort aspecten, dat het feit dat Frankenstein een boek is dat door een vrouw is geschreven en dat ook toch ja, uitmaakt in hoe je zo'n boek interpreteert. Dat haar perspectief als een vrouw in de vroege 19e eeuw, dat dat een belangrijk element is in hoe je dat boek eigenlijk ontleedt en ontcijfert. Ja, dat is heel vaak toch een beetje ondergesneeuwd geraakt onder andere elementen die voor, nou ja, mannen misschien wat meer voor de hand lagen. Ja, dus, je zegt dat is heel lang beheerst geweest door mannen. Over welke tijd, wanneer is daar een beetje een verandering in gekomen in de literatuurwetenschap? Of is dat steeds heel erg door mannen? Dat is nog steeds een probleem. Het is in literatuurwetenschap minder een probleem dan in veel andere vakgebieden aan de universiteit. Ik denk dat in onze gelederen, bij geesteswetenschap, ik zit zelf nu bij het departement mediawetenschap, maar ik heb zelf ook lang literatuur in een literatuurdepartement gewerkt. Daar is die balans is echt wel goed intussen. Maar dat is inderdaad iets van de laatste, nou ja, zeg op zijn meest 50 jaar. En dat is voor een boek van 200 jaar oud, die natuurlijk een hele geschiedenis van kennis, interpretatie en wetenschap heeft opgebouwd. Want het boek is altijd, ook omdat het in heel veel andere media steeds terug is gekomen, is dat het een geliefd en gewaardeerd boek gebleven. Ja, om te bespreken als wetenschapper. Ja. Dus dan zie je dat als je kijkt naar hoe er altijd over geschreven is, dat dingen zijn die vaak ja, toch niet vooraan staan in die lijst met interpretaties. En dat later, dat het heel mooi is om te zien dat dat dus ook verandert op het moment dat aan de ene kant ja, de mensen die erover mogen praten en schrijven, dat die groep verandert. Maar ook dat de maatschappelijke discussies waarop ja, die vraag van, en die heb je met elk klassiek boek, hè, die vraag van ja, waarom zou je dit nog lezen? Waarom geef je dit student om te lezen? Waarom zou je hier een boek over schrijven? Waarom zouden we dat eigenlijk doen? Waarom zouden we wat doen? Dit boek lezen. Frankenstein lezen, nu. Ik denk omdat het een boek is dat in de eerste plaats verschijnt precies op het moment dat onze huidige problematiek wezenlijk begon. He, dus als je, of je nou hebt over klimaatverandering of de problemen van big tech en het feit dat we allemaal 24 uur per dag bekeken en beluisterd worden. Of je hebt het over lerende algoritmes en artificial intelligence en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die zijn voortgekomen uit dat proces van industrialisering en technologische innovatie, wat op dat moment in een stroomversnelling raakte. Dus je ziet in dat boek ook echt gedocumenteerd de ideeën, de motiveringen, de angsten die te maken hebben met die verschuiving, met een grote verschuiving die daar plaatsvond. Dat is één reden. Een andere reden is het feit dat, dat van de boeken uit de literaire kanon, denk ik dat het is vaak moeilijk om wat oudere boeken om die aan lezers aan te smeren. En ik vind zelf altijd dingen die een wat science fiction of monsterlijk achtig karakter hebben, die maken die boeken toegankelijker. Want het is niet een verhaal over een romance in de 18e eeuw of over iemand, een arm iemand die rijk wordt of andersom. Maar het is echt, het is smeuig. Het is met moord en geweld en conflict en lijken die tot leven worden gebracht. Dus er zit heel veel, smeuigheid in. En dan is het wat anders dan een hedendaagse horrorroman lezen. Maar juist ook dat verschil maakt het voor een boek wat zoveel invloed heeft gehad, maakt het heel fascinerend om het dus ook als boek te lezen. En ik vind zelf dus altijd die spanning tussen het idee wat we hebben in de cultuur van Frankenstein als dat soort van lugubere beest en die soort van bizar welbespraakte poëtische romanticus die je dus in het boek tegenkomt, omdat je dus zijn
zijn allerlei hoofdstukken die door het monster zelf worden en vanuit zijn perspectief worden geschreven. Ja, daar schrik je altijd een beetje van. Ik denk, dat is helemaal niet wat ik me voorstel bij welke versie van Frankenstein dan ook. Wat denk je dat daar haar bedoeling mee was? Want er wordt vaak gezegd van het laat ons een soort van doembeeld zien van technologie. Hè? Van wij hebben misschien niet door wat we creëren. We creëren een monster. Maar haar monster is eigenlijk heel, heel welbespraakt en heel gevoelig. Daar denk ik dus, waar ik daar zelf altijd het meest op aansta als ik het lees, is dan toch echt in het bedenken van dit is dus niet, het is niet zomaar een boek over een monster. Het is echt een boek over een feministe die gefrustreerd was door het feit dat zij niet als een volledig mens werd gezien. Want dat is wat het feminisme altijd heeft gedreven. Het feit dat we in een samenleving leven waarin, toen tot vrij recent, alleen mannen, alleen witte mannen, een volledige status als mens letterlijk hadden. En vrouwen waren een soort van verminderde versie van een mens. Die mochten geen huis kopen, die mochten niet naar de universiteit gaan. Ze mochten eigenlijk alleen maar kinderen baren en thuis zorgen. Nou ja, dat zijn natuurlijk. Ik zie dan als je leest hoeveel empathie zij voelt voor een monster wat dus gemaakt is voor een samenleving waar daar geen plek voor is. Het is geen vrouwelijk monster. Dat maakt het wat subtieler, denk ik. Maar dat maakt het wel heel rijk aan dat soort symboliek. Ja, want dat vroeg ik me ook nog af. Van, je liet zien van we creëren elke keer zo'n clichébeeld. Mannelijke monsters en vrouwelijke monsters. Had zij als feminist niet een ander beeld? Waarom heeft ze niet een vrouwelijke Frankenstein gemaakt om alleen al dat beeld van mannen en vrouwen te doorbreken? Of was dat dan heel ver gedacht voor die tijd? Ik denk dat dat inderdaad wat ver gedacht is voor die tijd. Het idee dat gender meer een soort spectrum is dan een binair verschil. Dat zijn best redelijk moderne ideeën. In ieder geval vaak 20e eeuwse ideeën. Ik denk ook daar is het lezen van het boek en het positioneren van Mary Shelley in haar eigen tijd met de kennis en de omgeving en de context die zij had, is heel belangrijk om daarin mee te nemen. En dus ook niet per se. Ik denk, ik zeg altijd tegen mijn studenten, hetgene wat je echt mag verlangen van schrijvers, onafhankelijk van in welke tijd ze zijn, is dat ze bereid zijn om empathie te tonen voor onrecht en voor de slachtoffers daarvan. En dat we onszelf niet te snel moeten verliezen in het idee van, maar toen dachten mensen daar anders over. Dus als een schrijver dan bijvoorbeeld hyperseksistisch is of hyperracistisch of zoiets in die tijd, dat we die niet te snel verontschuldigen en zeggen, maar zo dachten ze toen nu eenmaal. Een van de mooiste romans uit onze hele westerse cultuurgeschiedenis is Gulliver's Travels van Jonathan Swift. En dat is een hyper-anti-koloniaal pamflet uit de 18e eeuw, toen het kolonialisme eigenlijk op zijn hoogtepunt was. En er waren toen ook mensen die zeiden, dit is verkeerd. Het is echt moreel verkeerd. Het is op alle fronten een fout om dit te doen. En die dat op een grappige en scherpe manier in een roman konden samenvatten. En ik vind daar dus ook dat Mary Shelley is een heel mooi voorbeeld van iemand die niet zo snel bereid is om te zeggen, om dat soort van binaire denken van een monster is goed en zijn maker is slecht en zijn maker is goed. Of alles is bij haar, heeft nuance. En ook Frankenstein zelf, Victor Frankenstein, de maker van het monster, komt er ook, daar gaat ze ook begripvol mee om. Ze begrijpt wat hij wil doen en ze maakt van hem dus ook niet een soort van karikatuur van de nare man die per se iets wil doen, wat hij vaak in films dan weer wel wordt. Maar in haar boek is hij ook iemand die heel erg worstelt met de consequenties van wat hij heeft gedaan. Ja, dus je zegt eigenlijk in elke tijd zijn er wel schrijvers en schrijvers geweest die dingen wel op een andere manier zagen. Die wel tegen die stroom ingingen met hun werk. Ja, absoluut. Maar omdat de boeken die het meest bekend zijn uit eerdere tijden, leiden aan het probleem dat ze allemaal zijn uitgekozen en op lijsten zijn gezet door witte mannen. Dat is nou eenmaal hoe onze kanon is ontstaan. Is er ook heel veel literatuur, zijn er heel veel verhalen die door andere mensen zijn geschreven, die andere ideeën uiten, die niet zo precies in dat straatje past. Ja. Wat dat betreft is onze universitaire traditie natuurlijk ook gewoon de traditie van westerse witte macht. Het lijkt me hartstikke leuk om een keer zo'n alternatief kanon te maken. Of volgend jaar voor de boekenreeks, om eens naar dat soort boeken te kijken. Ja, zeker. Ja.
Leuk. Hey, ik had een vraag hier van Suzanne van Putten. En zij zegt dat jij beschreef hoe technologie altijd zo... dat mannelijke en dat vrouwelijke, dat dat altijd zo'n heel cliché beeld is met ook hun eigen bedreigingen. En ze zegt, als ik het goed zag, liet je in het begin ook Frankenstein-adapties zien in kindvorm. Volgen die ook dezelfde wetmatigheden die jij beschreef? Dus als we dat verhaal vertellen aan kinderen, doen we dat dan ook? Ja, dat is heel... Dat is eigenlijk bijna pijnlijk om te zien, om je te beseffen of zo. Dat, ik had het zelf er op een gegeven moment kinderen kregen dan boeken ging voorlezen. En dan ga je dus, ja, ik weet niet of iedereen dat doet, maar dan ga je de boeken voorlezen die je zelf ook kende als kind. Want dat is gewoon een stuk nostalgie. En dan denk je, oh wat leuk, dan kan die heb ik nog, weet je wel, in een doos staan. En daar heb ik met zoveel plezier naar geluisterd. En een van de eerste dingen die ik dan in ieder geval merkte, was dat het zijn dus allemaal verhalen die alleen maar gaan over jongetjes. En als er meisjes in voorkomen, dan zijn die op de tweede, dan zijn die alleen de zus of de moeder of zoiets. Is het algemeen? Niet Frankenstein, maar gewoon algemeen? Nee, in het algemeen. Ja. En dus, zo interpreteer ik die vraag, is het met kinderverhalen nu ook zo dat dat onderscheid nou zo zwart-wit blijft en altijd zo zwart-wit is? En dat zijn cultuurtradities die heel moeilijk, of ja, die heel weerbarstig zijn, omdat wij een archief opbouwen van verhalen en ideeën waar we ons vertrouwd mee voelen. Ja. En dat zijn de makkelijkste om te reproduceren. Niet alleen maar voor ons, hè, als luisteraars en als ouders en als mens, maar ook voor mensen die verhalen vertellen. Want mensen die schrijvers en filmmakers die verhalen willen vertellen, die denken meestal niet heel erg intensief na van wat is de, weet je wel, wat voor theorie zit hierachter of wat drijft ze. Die denken gewoon wat voelt goed, wat werkt en wat zal een publiek begrijpen. Nou, en wat een publiek goed begrijpt, is precies dat soort verschil. Ja. Dus en als je dan kijkt naar specifiek boeken over robots of de seksuele robot, zien we dat terug in kinderboeken? Ja, het idee dat ik vind het altijd heel fascinerend dat het dat we dus niet in staat zijn, blijkbaar heel moeilijk in staat, om wat voor soort dan ook. Heel veel dieren hebben verschillende geslachten die werken niet op dezelfde manier als dat mensen dat doen. Maar op het moment dat dus in kinderboeken voorkomt, dan wordt het altijd een mannetje of een vrouwtje. En robots, die dus geen geslacht hebben, die worden ook op die manier begrijpelijk gemaakt. En ik val zelf heel vaak terug op mijn ervaring als kind met dingen als Star Wars en Star Trek en andere vroege science fiction films en series. Waarin die robots, die natuurlijk die hebben geen geslacht, dat heeft natuurlijk helemaal geen functie. Maar die hebben allemaal een heel nadrukkelijk gender. Die zijn heel duidelijk, R2-D2 en C-3PO in Star Wars, dat zijn niet onduidelijk gegenderde figuren. Dat zijn gewoon twee mannen. Ja. Dat zijn twee mannen robots. En dat was even gek of zo toen in een recente Star Wars film in Solo, dat er opeens een robot met een vrouwenstem aanwezig was. Er is kort geleden een academisch boek geschreven over de rol van de van gender in de stemmen van computers. Dus waarom bijvoorbeeld HAL in 2001 A Space Odyssey een mannenstem heeft. Ja, en terwijl Siri een vrouwenstem heeft. Nou, daar heb ik het vandaag natuurlijk ook al een beetje over gehad. Maar dat zijn niet willekeurige beslissingen. Dat heeft te maken met dat in 2001 is die computer is eigenlijk eng. En je moet er bang voor worden. Ja, en in Siri, voor Siri moet je juist niet bang worden. Die moet je juist die moet je geruststellen. En die moet het gevoel hebben dat je een persoonlijke secretaresse, dat woord alleen al, dus hebt, die in jouw telefoon leeft. Ja. Hey, ik zie hier nog een vraag van TS en dat is duidelijk een kenner, want hij vraagt me iets wat ik niet ken, maar jij kan me vast verder helpen. Hij zegt, zou je kunnen zeggen dat de ontwikkeling van Frankenstein in popculture een voorbeeld is van Baudrillard's simulacra? Ah, wow. En dan mag je dat even uitleggen meteen voor alle andere kijkers. Okay. Word ik even graag voor wanneer ik Baudrillard voor het laatst heb gedoseerd. Maar het simulacrum van Baudrillard... Baudrillard was, even voor het publiek, Baudrillard was een Franse filosoof, dichter bijna, zou je kunnen zeggen, in hoe die schreef, die geassocieerd wordt met de stroming van het postmodernisme. En hij is eigenlijk een van, hij wordt er niet alleen mee geassocieerd, je zou kunnen zeggen, hij is een van de belangrijkste denkers geweest van het postmodernisme in de filosofie. En hij zei, we leven nu in een tijd
van het simulacrum. En het simulacrum is voor Baudrillard een identieke kopie van iets waar het origineel niet meer van bestaat. Dus op het moment dat wij, en hij had het dan bijvoorbeeld, dat was de tijd van MTV en van videoclips. Hij zei, elke videoclip is eigenlijk een kopie van iets anders, maar je kan niet terug naar de bron. Dus er is niet een soort van beginpunt. De nieuwe Frankenstein in dit geval zou eigenlijk niet meer de... Je kan, dan kan je ook niet meer terug naar de bron. Dat is echt een nieuw product, zou je dan zeggen. Ja, dus als je ik had het voorbeeld van Frankenhooker. Die een monster maakt van allerlei vrouwelijke lichaamsdelen. En daar dan zijn perfecte vrouw van probeert te bouwen. En of course, it bites him in the ass, maar goed. Ja, daarvoor kun je zeggen dat het gebruikt Frankenstein niet meer als van... Wij zijn een bewerking van Frankenstein aan het maken. Maar zegt inderdaad van ja, Frankenstein is gewoon een onderdeel van onze ja, grabbelbak van populaire cultuur. En dat kun je met van alles combineren. En dan heeft het inderdaad zeker iets van dat simulacrum. Dat je zegt, ja, dit is niet... Het is niet dat je zegt, er is een origineel en nu gaan we dat origineel opnieuw bewerken. Maar dat het... Eigenlijk al vrij snel in de jaren 30, in die serie van eindeloze sequels, dat het daar iets anders is geworden. Waardoor het een veel vluchtiger, veel meer onbepaald element is geworden. En dat is ook wat ik bedoelde toen ik zei dat je, op het moment dat je dan het boek gaat lezen, dat je bijna een soort van schok krijgt. Omdat je denkt, ja, maar dit is zo anders dan wat ik me eigenlijk voorstelde. Die thema's zitten er wel in, maar qua stijl, qua vertelvorm, het personage van het monster, die zijn zo ver verwijderd van dat icoon van Boris Karloff en de manier waarop we eraan gewend zijn. Zelfs het monster zelf is dus anders. Het is niet eens dat je het monster uit zijn verhaal rukt en in een nieuw verhaal zet, maar het is ook echt een ander monster geworden. Ja, precies. En daar hebben we heel veel tv-series, films, stripboeken, cartoons, die hebben daar allemaal, ja, die hebben dat ergens ingelijfd en getransformeerd. En daar zou zijn, het is net zoiets geworden als Marilyn Monroe of zo, weet je wel. Een icoon wat wel staat, wat wel heel herkenbaar is, maar wat in allerlei contexten gewoon heel makkelijk gebruikt kan worden om een paar vage associaties te creëren, maar niet per se om terug te gaan naar een bepaalde bron. Dus ik vond het een heel mooi gevonden verbinding. Ja. En ik zou het zeker als een soort van postmodern simulacrum kunnen beschrijven. Ja, mooi. We hadden het eerder ooit over dat ook de uitdrukking van je bent voor Frankenstein aan het spelen, dat het ook buiten de filmwereld een soort van uitdrukking wordt die je kan gebruiken in de wetenschap, om te praten over wetenschap. Dus dat de film in die zin ook een soort van leven op zichzelf gaat leiden. Ja, maar ik denk dat als vorm van spraak en als soort van spreekwoordelijk gegeven, dat je toch steeds wel vrij dicht op de basisthema's blijft. Hè? Dus je kan zeggen van je hebt dat monster wat een soort van... Nou ja, wat door de populaire cultuur is geabsorbeerd. En dus daardoor ook niet meer als... ik vind het ook heel leuk om die eerste film weer terug te kijken. Omdat die iets heel... Ja, je snapt helemaal waarom mensen er bang van werden toen ze die keken in de jaren 30. Omdat die dus ook... Ja, dat monster... Hij maakt van dat monster iets heel... Ja, unheimisch. En niet iets lolligs. Echt helemaal niet. En ook een heel tragische figuur. Maar... als je zegt van als ze zeggen van ja, in Jurassic Park gaat het ook weer over een wetenschapper die voor Frankenstein gaat spelen, dan kom je eigenlijk weer terug naar die kern van ja, dat gaat dus ja, over. Dat zit daar wel iets, ja, precies. Ja. Iets wetenschap inzetten zonder dat je daar op een manier waar je de gevolgen niet van overziet en waar je dus eigenlijk ook geen verantwoordelijkheid voor kunt nemen. Ja, hey, ik ben benieuwd, kan je jezelf nog herinneren toen je het boek voor het eerst las? Wanneer was dat? Is het lang geleden? Ja. Nou, ik las het toen ik nog aan de UvA werkte. En ik wilde dat boek doseren, dus ik moest het eerst lezen. En ik dacht dus echt van, wat leuk, gaan we Dracula lezen. Frankenstein is een vak over gotische literatuur en de roots van fantasy. En dat was dus voor, ja, en toen was het, oh shit, ik heb het eigenlijk niet gelezen. En toen merkte ik dus ook dat het boek heel iets anders was dan ik dacht altijd van, ik weet al wat dit boek is. Ik ken het op zoveel manieren. Ik hoef het eigenlijk niet meer te lezen, want wie weet nou niet wat, je kent het verhaal, je weet hoe die eruit ziet. Nou ja, waarom zou je nou het boek nog lezen? Ook omdat je al zoveel persiflages hebt gezien. En ik was echt ontroerd door hoe mooi het boek is geschreven, hoeveel empathie en compassie wordt getoond met die personages, hoe rijk die wereld is en hoe divers ook. Het is ook een heel raar verhaal, omdat je ergens, stel je bij dit soort verhalen ook een heel
ja, een beetje een soort basisformule die wij uit Hollywoodfilms kennen. Met een begin waarin de situatie wordt gemaakt. Ja. En dan gaat het fout. En dan loopt de crisis die groeit verder. En dan eindigt het in een soort van grote explosie van geweld en drama. En in Frankenstein is het eigenlijk hoe verder je in het boek gaat, hoe verder het wegdrijft van waar het begon. Echt letterlijk. Dus het, voor wie het nog niet heeft gelezen, zal ik dat niet verklappen. Het is al een 200 jaar oud boek, maar ja, dan moeten we toch een beetje spoilergevoelig zijn. Het verbaast me altijd als ik denk, oh ja, shit, dan gebeurt dit nog allemaal. Weet je? Er gebeurt gewoon veel meer in dat boek dan je uit die mythologie eigenlijk meekrijgt. Dus, dus dat was mijn eerste ook, lees je het nu ook anders dan eerst? Heb je dan dat je steeds nog weer nieuwe dingen daarin ziet? Ja, natuurlijk. Maar je leest een boek altijd anders dan eerst. Als persoon, maar ook als wetenschapper bedoel ik. Of je met nieuwe inzichten, dat er nieuwe theorieën overkomen. Dat je denkt, dit is toch wel echt iets nieuws. Maar het mooie van boeken herlezen. En ja, toen ik nog literatuur doseerde, moest ik dat ook weer veel, veel regelmatiger doen dan dat ik dat nu per se moet. Maar het mooie ervan is, en je hebt het op een andere manier ook met films herkijken, is dat, ja, eigenlijk als je er een beetje pauze tussen laat en je keert weer terug, ja, je bent zelf veranderd, de debatten om je heen zijn veranderd, ja, je pakt er gewoon andere dingen uit op. Nogmaals, zo'n boek, welke roman dan ook, is zo rijk aan informatie, aan betekenis, aan drama. En het is veel meer dan je in zo'n stomme lezing van mij van 3 kwartier kunt samenvatten of kunt aangeven. Het is gewoon te groot. Hè? Mensen hebben boeken geschreven over Frankenstein en komen nog steeds niet. Hebben nog steeds niet alles. Weet je? Daarvoor zit het te veel in. En het mooie is dus dat je daar, dat kun je ook nooit allemaal onthouden. Dus wat je eruit oppakt, dat is de dingen die jou op dat moment ook, die echt op dat moment betekenis voor jou hebben. En dat, het is zeker elke keer een andere ervaring. En ik kan alleen maar aanraden voor iedereen om in ieder geval 1 boek te hebben dat je elke 2 jaar eens een keer opnieuw leest. Gewoon om die ervaring te houden. Ja, en dan ben ik ook nog wel benieuwd naar jouw visie, vooral als mediawetenschapper. Mm-hmm. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, nou ja, het is een leuk boek. Waarom zou je dit boek als mediawetenschapper lezen? Wat hebben we aan de analyse van Frankenstein als een feministische kritiek? Hoe moeten we niet gewoon dat boek lezen? Denk, het is een leuk boek. Het is goed zo. Ik vind dat moeilijk te beantwoorden. Want tenminste, voor mij is de hele lol van boeken lezen en films kijken, gewoon een heel groot deel daarvan zit in die soort analyse. En ik weet dat voor heel veel, dat is een soort van deformatie die je dus opbouwt naarmate je, denk ik, naar mensen luistert die op die manier naar film kijken of naar podcasts, weet je wel, en video-essays gaat kijken. Er is een hele rijkdom en dat soort analyses is nu makkelijker beschikbaar dan voorheen. Ook voor mensen die niet, weet je wel, zo'n studie gaan doen. Maar ik weet ook dat voor heel veel mensen is dat heel anders. De meeste mensen, denk ik, die willen gewoon een lekker boek lezen of een film kijken. En dan, wat vond je van? Ja, het was goed geacteerd, het was een spannend verhaal, het zag er best mooi uit, weet je. En ik denk dat dit boek is op dat niveau ook gewoon nog steeds een heel pakkend boek. Dus niet een boek wat denk ik te truttig of te suf of te saai is. Wederom weer omdat het echt het is een donker, gotisch, beetje pulpachtige horrorroman. Dus dat helpt. Maar ik vind het dus moeilijk om te zeggen waarom juist dit boek als mediawetenschap. Want je bent niet meer in staat. Dit boek. Ik was meer benieuwd in de algemeenheid. Misschien ook voor mensen die niet zo bekend zijn met mediawetenschap. Iets over die hoe helpt die ons bijvoorbeeld ook misschien om naar de wereld te kijken? Nou ja, ik denk, elk verhaal is niet alleen maar een verhaal, maar biedt ook een wereldbeeld. Ja, elk verhaal gaat over het maken van keuzes die leiden tot die consequenties hebben. En die consequenties die worden vaak gepresenteerd als goed of verkeerd, in morele zin. En in dat opzicht is elk verhaal, hoe simpel dan ook, ik heb een paar jaar geleden
onpopulair gemaakt door een artikel te schrijven voor de Washington Post over The Lion King, wat ik daarin benoemde als een fascistisch verhaal. Nou ja, daar schrikken mensen heel erg van, omdat ze zeggen, ja, maar het is gewoon een leuke film over leeuwen met liedjes. En het is toch Hamlet of zo? Dus wat zeur je nou? Weet je wel, een moeilijke meneer. Ik kreeg ook wel, gelukkig, ook wel wat reacties van mensen die zeiden, jeetje, ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan dat zo'n film, ook een Disney film en ook een boek als Frankenstein, dat die niet alleen maar een letterlijk verhaal vertelt van en toen gebeurde dat en toen gebeurde dat, maar dat eigenlijk de reden waarom het bij je binnenkomt, ja, dat dat te maken heeft met een vorm van symboliek die daarin zit, met een vorm van ideologie die wordt overgedragen, met een wereldbeeld wat je meekrijgt. En dat beeld wat je krijgt uit zo'n verhaal, dat is het makkelijkst als dat gewoon de dingen die je al als vanzelfsprekendheden aanneemt, gewoon bevestigt en versterkt. Dus de wereld zoals je die kent, die klopt. Mannen zijn mannen, hè? Vrouwen zijn vrouwen, die hebben allebei hun eigen kwaliteiten. Dat is een ideologie en dat zit in heel veel verhalen verpakt. Op het moment dat je daar iets anders mee omgaat en je zegt, nou, het is wat ingewikkelder en dit gaat over iemand die dat doorbreekt, dan stuit het vaak op weerstand. Dan zeggen mensen, jeetje, dat is wat uitdagender. Dat is niet iets wat ik vanzelf herken of wat ik heb geleerd, maar het is wel een interessant idee. En dat is vaak datgene wat precies die meer analytische bril aanzet. Ja. Ik hou zelf heel erg van populaire cultuur, omdat populaire cultuur ons uitnodigt om die bril juist af te zetten. Want als je de Lord of the Rings gaat kijken, dan gaan de meeste mensen niet zitten na te denken van, ja, wat, weet je wel, wat betekent dit en waar komt dit vandaan? En waarom zijn de elfen de mooiste en beste mensen allemaal wit en de orks de slechtste rotzakken, zijn die allemaal zwart? Weet je, dat soort symboliek is niet, als het niet heel overduidelijk is, ja, dan ervaar je het, dan ga je het meer op een letterlijk niveau nemen en dan komt de rest komt eigenlijk onderhuids naar binnen. En dat is volgens mij, die bril opzetten. Mijn studenten klagen soms wel eens dat het daarmee dus iets voor ze verpest. Dat je zegt, ja, ik vond het heel leuk. Ik kan nooit meer met dezelfde ogen naar The Lion King kijken, weet je wel, dat idee. Ik vind het juist een verrijking. En sommige mensen met mij. Omdat het neemt het plezier niet per se weg, maar het maakt je wel bewust van waar je eigen plezier vandaan komt. En dat is altijd, dat wat mij in eerste instantie altijd heel erg dreef. Ik ben echt gek op, ik ben gek op Disney films, ik ben gek op Tolkien, ik ben gek op Star Wars, op al dat soort dingen. Maar ik wilde ook beter snappen waarom. Weet je wel, wat zijn de dingen die maken dat je ervan moet lachen, van moet huilen, dat je spanning voelt. Weet je wel? En die dingen, die zijn niet persoonlijk, maar die zijn maatschappelijk. Dat zijn codes die we binnenkrijgen en waar we dus op aanslaan of niet. En ik denk dat op het moment dat je voor jezelf die vraag gaat stellen, waarom vind ik dit zo mooi? Ja, het wordt een beetje persoonlijk, maar het opent de deur naar een soort kritische interpretatie die iets verder gaat dan alleen maar ik vond het een mooi verhaal. Ja, nou, dat is mooi gezegd. Ik denk dat dat ook wel iets toevoegt als je een boek leest, maar er echt iets meer uithaalt dan alleen gewoon het lezen en je vermaken terwijl je het leest. Ja, niet dat daar iets mis mee is, weet je. Dat is, het begint allemaal met, je komt niet ver als je moet eerst de boeken gaan lezen, de films gaan kijken en daar een soort van, echt enthousiasme voor opbouwen. Maar daar denk ik wel dat het is mijn vak, dus natuurlijk zeg ik dat, maar die toegevoegde waarde van die analytische bril, ja, die opent een heel ander niveau. Die maakt dat je ineens dingen ziet die je daarvoor niet zag, terwijl de andere dingen daar niet door verdwijnen. Weet je, ik huil nog steeds bij die films. Het is niet zo dat ik nu opeens dat het een soort kiezen is tussen een volledig rationele, emotieloze, weet je wel, kritische bril, of een soort van, ik ga me nu hier persoonlijk aan overgeven. Het is altijd allebei. Ja. Hey, nog even die Lion King. Maakt het dan uit wat de maker daarmee heeft bedoeld? Of gaat het daar niet om? Gaat het gewoon om het verhaal zelf? Of maakt het nog uit wat de intentie van de maker van zo'n film was? Nou, ik vertelde mijn studenten, dat is al dus een soort van ground rule van letterkunde, van literatuurstudies, is van, nee, wat de maker erover zegt, ja, waarom hij iets zegt, of hij überhaupt wist wat hij aan het doen was, of waarom, ja, daar hebben we niet zoveel mee op. Dat doet er niet zoveel toe. Dus dat Mary Shelley een vrouw was, dat maakt niet uit. Nee, dat is wat anders. Ik heb het meer over als
Bijvoorbeeld als dat wie het schrijft en waar het geschreven wordt en onder wat voor omstandigheden maakt ontzettend veel uit. Ja, dat maakt echt ontzettend veel uit. En hoe diegene zijn geld verdiende of haar geld verdiende en waarom een kunstwerk gemaakt wordt, want die worden niet zomaar voor niks gemaakt. Al die dingen maken ontzettend veel uit. Wat niet zoveel uitmaakt is, op het moment, Tolkien die zegt in een veel geciteerde introductie die hij schreef op The Lord of the Rings, jaren nadat het was geschreven, hij zei, ja, mensen lezen hier een allegorie in, maar dat is het gewoon helemaal niet hoor, jullie lezen het verkeerd. Dit betekent niks, behalve dan dat ik een fantasiewereld wilde creëren. En dan kun je zeggen, ja, oké, okay, nou ja, dan heeft het geen enkele relatie met onze werkelijkheid, dan is het gewoon puur, weet je wel, een fabel. Bedacht in, maar dan denk je, ja, hallo, zo kan ik het ook. Nee, zo simpel is het niet. En dat kan hij wel denken, hij kan het ook geloven, maar dat gigantische werk van, wat is het, 1400 bladzijden, loopt over met allerlei betekenissen die hij er al dan niet bewust in heeft gestoken. Dus het is aan de ene kant niet zo dat je als lezer of als academicus of als student of gewoon als iemand die graag een boek opent, dat je dat boek kan lezen en kan zeggen, haha, ik weet nu helemaal wat dit boek betekent. Want zo werkt het ook niet. We lezen nu al 400 jaar Hamlet en we zijn er nog steeds niet over eens wat nou precies de betekenis ervan is. Dat is juist het leuke ervan. Maar het daarover nadenken en er vervolgens over in discussie gaan en die interpretaties delen met anderen, dat is wat verhalen leuk maakt. We weten, hè, verhalen die zijn belangrijk voor ons, omdat ze betekenissen fabriceren. En die betekenissen die ontstaan altijd in een context. Die zijn nooit, anders kunnen we er niks mee. Hè. Daarom heb je ook nooit aliens die echt voor ons ondenkbaar zijn. Het zijn altijd een soort van mensen, maar net iets anders. Ja, net als wij, maar een beetje eng. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld. Of net als ons, maar dan een beetje schattiger, zoals E.T. Weet je? Dus het zijn altijd symbolen en metaforen voor dingen die wij al kennen. En verhalen dienen er dus ook voor om de wereld iets begrijpelijker voor ons te maken. En dat is dus ook een van de grote verdiensten van iets als Frankenstein. Het heeft ons een woord, een naam gegeven, die we kunnen inzetten om een best wel gecompliceerd idee, best wel een langdurig idee, om daar heel kort een vorm voor te geven. Dan snap je meteen waar je het over hebt. Als ze spelen Frankenstein met het klonen van DNA of zoiets, dan snap je, dan denk je, dat is niet pluis. Weet je wel, dat gaat vast verkeerd, want ze zijn dus op een onverantwoordelijke manier bezig om simpelweg, weet je wel, hun eigen kennis te willen laten groeien en voor hun eigen eer en glorie en niet om een specifiek probleem op te lossen, bijvoorbeeld. Ja, helder. Ik zie ondertussen nog een vraag van Midsummer en die zegt, heeft Mary Shelley eigenlijk nog andere boeken gelezen die ook het moeite van het lezen waard zijn? Geschreven bedoel je? Ja, al geschreven. Ja. Ja, dat heeft ze. ze heeft er minder dan we zouden willen. En ze heeft geen enkele andere roman zoals Frankenstein geschreven. Dus dat is een beetje jammer. Maar ze heeft verschillende andere gotische romans geschreven. The Last Man heeft zij geschreven. Dat is een van de eerste post-apocalyptische romans. Superleuk. Ze heeft, even kijken, wat heeft ze nog meer geschreven? Matilda is een roman, een soort van realistische roman uit die periode, die vaak als autobiografisch wordt gezien. Dus die wordt vaak gelezen als iets wat echt iets zegt over haar leven en hoe ze zichzelf zag. Valperga is een soort van feministische invulling van de romantische ridderroman die in die tijd heel erg populair was. Het is best wel leuk om in te duiken. Ze heeft ook een aantal hele mooie feministische pamfletten geschreven in die tijd, die vaak verzameld worden in mooie bundels. Dus het is heel erg leuk als je denkt van ik wil wel, Frankenstein heeft mij mijn interesse in Mary Shelley ontlokt, dan moet je vooral doorlezen. Ik zou beginnen met The Last Man, omdat The Last Man heel mooi aansluit met het thema van Frankenstein. En daar, en Valperga is ook superleuk. Het is echt een leuke avonturenroman vanuit een echt meer feministisch perspectief dan in die tijd gangbaar was. Ja, ben ik eigenlijk nog wel heel benieuwd naar een ander boek wat
volgens mij dus op hetzelfde moment is ontstaan. Het boek van Dracula, of het verhaal van Dracula. Ja. Wat naar het schijnt in datzelfde weekend weg met vrienden werd zowel, ik weet niet of het waar is of een legende, dat zij het verhaal bedacht van Frankenstein en dat ondertussen ook Dracula werd bedacht. Geeft dat een hele andere blik op diezelfde tijd? Hetzelfde moment ontstaan. Ze kijken beide naar wat er gebeurt op dat moment. In welke zin lijken die op elkaar? Nou ja, ze worden allebei gezien als gotische verhalen. Dus verhalen die echt grossieren in dingen als donkere kelders en molens die in de fik vliegen. En heftige emotie. Heel veel. Veel excess. Hè? Ze zijn echt, de 19e eeuw is de literaire tijd van de romantiek. Dus het zijn dingen waarin mensen hun emoties niet goed onder controle hebben. En dat hebben ze echt met elkaar gemeen. Dracula is in de meeste andere opzichten echt heel moeilijk te vergelijken met Frankenstein. Het is pas helemaal aan het eind van de 19e eeuw gepubliceerd. Het heeft de vorm van een briefroman. Dat maakt het wat, tenminste als ik mijn studenten altijd mag geloven, echt wat suffer om te lezen. Het is een beetje een vorm die voor de eerste twee eeuwen van de, of de twee, ja, 2,5 eeuw van de ontstaansgeschiedenis van de Engelse roman heel populair was. Het leest ergens ook heel lekker weg. Maar het heeft niet dezelfde drive die Frankenstein heeft. En je bent eigenlijk steeds aan het lezen van iemand die vertelde, nou, en toen gingen we dit doen en toen gingen we dat doen. En dan lees je een brief van een paar weken later en dan krijg je dat verslag dan weer. En ze worden heel vaak met elkaar in verband gebracht, omdat ze dus allebei in het begin van de jaren 30, of eigenlijk al in de jaren 20, was er een hele soort hype van toneelstukken in Amerika en Engeland, gebaseerd op gotische romans. Dus romans die populair waren in de vorige eeuw. En daar hadden ze heel fantastische setdesign allemaal voor gemaakt. En dat kon er best wel smerig aan toegaan. En Dracula en Frankenstein waren twee van de meest populaire. En die werden dus ook heel kort na elkaar verfilmd in het begin van de jaren 30. Begin van de geluidsfilm. Ja, en daarom werden zij is ook dat boek heel erg veranderd en aangepast. Zeker. En dat is, thematisch gezien is dat een heel, heel ander soort boek. Dat gaat, Dracula gaat over een bovennatuurlijke vampier die per ongeluk, zeg maar, de beschaafde wereld binnenkomt en daar zijn lustenpot viert op onschuldige jonge vrouwen. Maar zie je daarin ook een reflectie van die tijd waarin het is ontstaan, dat het een kritiek daar is of een... Het is zeker een reflectie van die tijd, maar Dracula er zit heel veel ambiguïteit in, maar Dracula is veel meer een soort van de opkomende angst voor vreemdelingen, tegelijkertijd de angst dat onze vrouwen, Engelse vrouwen, voor exotische figuren zullen vallen en de soort van symboliek van de beet van de vampier die dus staat voor de seksuele daad. En dat zijn dingen die vervolgens allemaal in de vele, vele, vele film- en literatuurbewerkingen van de Dracula-mythologie zijn herhaald. En op allerlei verschillende manieren. Van glittervampiers in Twilight tot Tom Cruise in Interview with a Vampire. Allerlei verschillende vormen hebben gehad. Ik denk dat het meest wezenlijke verschil tussen die figuren is dat Frankenstein meer een soort zombie is. Tenminste, zoals hij meestal in films voorkomt. En daarom een gevoel van afgrijzen opwekt. Hij is echt het onbekende, het bijna onmenselijke eigenlijk. En Dracula is iemand waarvan je weet dat hij gevaarlijk is, maar die toch een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent. Dus die is juist het soort van de foute, verboden man, zeg maar, die je toch wil hebben. En dat is natuurlijk een heel... In dat opzicht zijn er dus ook een soort van bijna tegenpolen die elkaar daarom misschien wel mooi in balans houden en daarom vaak met elkaar in verband gebracht worden. Maar het is een heel ander soort... Het is qua vorm een heel ander soort boek. Het is denk ik qua... Als je kijkt naar de politiek ervan en hoe het daarmee omgaat, is het een veel conservatiever boek. Bram Stoker was een veel conservatievere denker dan Mary Shelley. Dus het grossiert veel meer in herkenbare clichés over seksualiteit en over vrouwen. En over
die soort van orientalistische angst voor wat van buiten onze grenzen, van zeg maar, de minder beschaafde wereld buiten onze landsgrenzen. En dat dat zomaar een beetje al met ratten en alles en ziekte Engeland binnenkomt. Dat, daar zit een heel soort gekke xenofobische bijsmaak aan. Maar ja, maar dat, het is zeker ook een heel leuk boek om te lezen. Ook weer omdat het een... het brengt je terug naar de bron van iets wat er uiteindelijk gewoon heel erg ver vandaan is gelopen. Dus een heel breed spectrum aan cultuur heeft opgeleverd. Ja, dankjewel. Ik denk dat we hier nog best lang over door zouden kunnen praten, maar we gaan zo af. Ik wel. dankjewel, Dan. Ik vond het interessant. Ik denk de kijkers ook, als je wil en je vond het leuk, laat nog even een reactie in de chat achter. Dat is ook leuk voor ons om te zien en voor Dan. Dit is dus een lezing in een reeks. We gaan het dit voorjaar ook nog hebben over Pride and Prejudice. Wat ook, anders dan je het misschien zou lezen, niet direct één groot zoetsappig liefdesverhaal is. Maar ook een satire en een kritiek. En waar veel meer achter zit dan je zou denken. Het gaat helemaal over geld. Het gaat helemaal over geld. dat ga je dan horen. Dus vind je het leuk, kom daar ook vooral kijken. En voor nu een hele fijne avond.